17% suiker, 75% water, 8% overige materialen. Prima snack. Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van ons boerenleven. Ondertussen worden de bieten buiten geladen. En ga ik zo maar verder met mijn sorteren. Eerst even met je onderhoud. Als een laadje kapot. Moet ook vervangen worden. Dus, die biedt er ook lekker weg. Dat is mooi. Hebben we een beetje ruimte op terf. We zijn volop aan het sorteren. Boterkens sorteren. En de aardappels wegen en dergelijke. Maar dat heb ik allemaal in het verleden al een paar keer eerder laten zien. Dus ik wil dit keer eens even iets anders doen. Wat ik dit keer eens een keer anders wil doen als anders. Ik kan het wel hebben over mijn groenbemesters, dat die er zo heel mooi op staan. Ik wil het even hebben over mijn suikerbieten. Want ik laat jullie wel van alles zien over hoe we ze telen. Zoals het zaaien. En eventueel nog eens een keer het spuiten. En natuurlijk de oogst. Want ja, zo'n suikerbiet, die zit er wel vol met suiker. Dat moet er ook wel een keer uitgehaald worden. En dat doen ze op de suikerfabriek. Bij de Cozen Beet Company. Die bieten, die suikerbieten, die bevatten normaal gesproken voor 17% suiker. Er zit goud, normaal gesproken zit er 17% suiker in zo'n biet. 8% is dan overig materiaal en 65% is water. Het suikerpercentage van de bieten is op dit moment heel slecht. Normaal gesproken is het rond de 17% en nu zit het rond de 15%. En dat heeft alles met het weer te maken. Want een suikerbiet houdt ervan dat we overdag zonnige dagen hebben en 's nachts koude nachten. En dat hebben we op dit moment niet. Het is overdag, is het ook veel te warm, het is nat. De bieten staan een beetje in de stress omdat ze met de voeten in het water staan. Dus ze maken er niet echt suiker aan. En dat is dan heel jammer, want ja, dat doen we het eigenlijk wel voor. Nadat de bieten bij ons geladen worden, gaan ze naar de fabriek. En die vrachtwagens die worden eerst ingewogen, vol, en daarna leeg ook weer leeggewogen, zodat je precies weet wat er aan bieten geleverd is. Maar terwijl die vrachtwagen daar is, wordt er ook een monster genomen uit die vrachtwagen om vervolgens dat monster te beoordelen, om te kijken hoeveel percentage suiker erin zit en hoeveel percentage grond eraan hangt. Bieten die vertrekken, het is naar de bietenfabriek. En daar worden ze gewassen. Wat ik eigenlijk ook wel mooi vind, is dat ze die bieten dan gaan wassen, dat ze dan het water wat in die bieten zit ook gewoon gebruiken als waswater. Maar ja, er zit 75% water in die bieten, dus dan heb je water zat als fabriek zijnde om dat dan ook weer te gebruiken. Dus dat gebruiken ze dan weer als waswater. En vervolgens worden die bieten in snippers gesneden, in schijf, in soort van frietjes. Ze doen daar dus kleine reepjes van snijden en die biet die kan je gewoon eten. Nou ja, 17% suiker, 75% water, 8% overige materialen, prima snack. Nadat de bieten in reepjes gesneden zijn, worden ze verwarmd tot een 70 graden in een zogenaamde broeitrog. En dat verwarmen tot de 70 graden zorgt ervoor dat de cellen waar de suiker in zit kapot gaan, zodat het suiker uit die cellen kan komen, zodat ze dat eruit kunnen halen. Deze verwarmde reepjes worden dan vervolgens naar een diffusietoren gebracht,
getransporteerd. En in de diffusietoren wordt het water naar beneden geduwd en het pulp wordt naar boven geduwd. En het pulp wordt dan ook weer later gebruikt, of worden daar weer andere dingen van gemaakt, waaronder ook veevoer. En het water wat afgevoerd wordt vanuit de diffusietoren, dat wordt dan vervolgens gefilterd en gezuiverd. En dat is het zogenaamde dunsap. Dat is een water waar 15% suiker in zit. En het dunsap wordt dan vervolgens weer verwarmd. En het water wordt verdampt. En doordat het water wordt verdampt, krijg je het zogenaamde diksap. En de diksap zit in plaats van 15% suiker, zit er 17% suiker. En in de diksap voegen ze dan vervolgens nog weer meer diksap. Dat doen ze ook in koken. Zodat er de kristallen in het diksap groter worden en dikker worden. En dat dan eigenlijk de kristalletjes worden zoals de kristalsuiker zoals wij het kennen. Maar die kristalletjes zitten dan nog steeds in de diksap. En om ze er dan uit te krijgen uit de diksap, worden die in een hele grote centrifuge gedaan. En die centrifugeert dan het suiker uit het zogenaamde diksap. Dit warme suiker, want dat diksap is nog steeds verwarmd en warm van het verwarmen om het water te verdampen. En dit warme suiker komt er vervolgens weer op transportbanden. En dan wordt het in een soort van ketel wordt het gedroogd en afgekoeld, zodat het de kristalsuiker is zoals we die allemaal gewoon normaal kennen. Het is een heel proces, er staat de hele fabriek voor. Uiteindelijk ziet het eruit als een makkelijk proces, maar goed. Het is een heel proces. Maar goed, dit is de manier zoals ze suiker uit de suikerbieten halen. Uit de overige producten, voornamelijk, maken ze dus ook nog hele andere producten. De Cozen Beet Company zijn ook heel erg bezig met innoveren en ervoor te zorgen dat ze het complete plaatje kunnen gebruiken, waardoor ze ook het water zelf gebruiken. Maar er komt ook betekal van als restproduct van de biet af, dat wordt dan weer gebruikt op het land. Maar er worden ook middeltjes gebruikt voor waterstabletjes te maken en verpakkingsmaterialen, papier en dergelijke. Dus een suikerbiet is niet alleen maar suiker, er worden nog veel meer producten van gemaakt. En een van de allergrootste neventakken is dat ze ook een biovergister hebben. En daardoor creëren ze groengas. En de Cozen Beet Company is daarmee de grootste groengasproducent van Nederland. Goed, deze keer even iets anders filmpje dan anders. Vorig jaar was ik al bij Wissekerke Onions op het bedrijf te bezoeken om daar een rondje te mogen kijken. Nu heb ik wat uitgelegd over de Cozen Beet Company. En ik hoop dat ik het vervolgens nog wat andere doellijnen kan laten zien waar onze producten naartoe gaan. Vind ik wel leuk om te vertellen. Ik hoop dat je het ook leuk vindt. Laat even weten wat je ervan vindt. Of je meer van dit soort filmpjes wil zien. Of andere ideeën hebt. Ik hoor er graag van. In ieder geval, dit was het voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Kost jullie niets, maar het helpt mij om mijn kanaal te verbreden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hoi. Oh ja, en de stukjes film van de Cozen Beet Company fabriek. Dat stukje film is natuurlijk van de Cozen Beet Company fabriek. Dat heb ik van hun mogen gebruiken om een filmpje te mogen maken. Dankjewel daarvoor.